Ja, de interlandbreak komt eraan volgende week en beide ploegen willen toch met een positief gevoel aan die periode beginnen. Vandaag is Super Sunday. Er gaat dan maar 1 minuut achter de bal staan. Misschien een zwieper voor doel. Een goede zwieper voor doel en een onmiddellijke en grote kans. De borstcontrole en dan geen buitenspel. En dan mag Dutra zomaar op Kozemans afgaan. Dutra die legt af naar Patosi en die maakt er 1-0 van. Mooi van Baye Leye tot bij Niel de Pauw en dan ja, denk ik dat Robson daar achterin nog eens blijven hangen. Of is het Vermeulen? Dus geen buitenspel. Hans van Aken maakt hier onmiddellijk al 2-0 van. Die bal genaast. Hier is Patosi goed op bij Niel de Pauw. Het is geen buitenspel. Dit moet de 2-0 worden. Niel de Pauw maakt er 2-0 van. Geen buitenspel. Patosi perfect tot bij Niel de Pauw. Kan hem alleen op Kozemans afgaan. Dan zijn hoek uitkiezen. Patosi opnieuw. Patosi opnieuw tot bij Dutra. Dutra hoog genoeg bij Kozemans. Dutra maakt er 3-0 van. Nu gaat het heel snel bij Lokeren. En dit werkt hij eigenlijk ook heel goed af. Naast Kozemans in doel deponeren. Patosi. Patosi heerlijk tot bij Van Aken. Schitterende actie van Lokeren nu. Voorbrengen. Patosi met de trap.